Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik neem jullie vandaag weer een dagje mee met mijn werkzaamheden als schilder. Of in ieder geval wel met werkzaamheden als schilder, maar dan voor mijn privé. Want het is zaterdagochtend, mijn bus staat bij de garage met een kapotte DSG-bak. Die staat al een tijdje stil. Helaas ben ik met pech langs de weg gekomen. Ik heb er een vlog over gemaakt, die heb ik achter een klus geplakt. Alleen die klus heb ik nog niet geëdit. Was best een lastige klus, gaat veel tijd in zitten. Dus vandaag wordt het een wat makkelijker klusje. Het klusje is voor mezelf. Dus dan kan ik gewoon de camera erbij pakken, wat dingetjes uitleggen. En dat is veel makkelijker voor mij om te editen. Dus dan neem ik overdag iets meer tijd voor het filmpje. En is het makkelijker om te editen. Dus vandaar dat deze dan nu wel online komt. De andere komen ook, alleen die komt later. Want ik zit gewoon in tijdgebrek. Dat editen kost best wel veel tijd. Ook met een voice-overtje eronder plaatsen. Ik moet ook natuurlijk mijn offertetjes, mijn rekeningen. Ik moet gewoon werken. Dus het is druk genoeg allemaal. Maar de vlogs die komen eraan. Dus ik ga vandaag weer naar garage A&J. Niet om te schilderen, maar om aan mijn eigen bus te werken. Ik kijk al een tijdje naar mijn bus en dan denk ik, mijn bus is mooi. Alleen mijn remklauwen, die heb ik ooit een keertje goud gespoten. En die worden wat slechter na 4, 5 jaar. Dus die hebben weer even een nieuwe laag verf nodig. Nu heb ik echt een goede verf, 2 componenten verf gehaald. Ze waren goud, ze worden nu rood. Dus die ga ik vandaag weer even een mooi, fris kleurtje geven. En dan neem ik jullie weer mee. Als het goed is, heeft André hem op 4 bokjes gezet. Zodat alle 4 de wielen afgehaald kunnen worden. Zodat ik er mooi bij kan. En rondom remklauwtjes lekker kan schilderen. Dus ik neem jullie vandaag weer mee met mijn zaterdagactiviteit. Ik ga even mijn spulletjes pakken. En dan snel naar André. Dus ik zie jullie daar. Nou, kijk, ze hebben mijn bus alweer helemaal mooi klaargezet. Velgjes afgemonteerd. Ik heb een paar jaar geleden deze remklauwtjes goud gespoten. Maar het is niet zo goed gelukt, zie ik. Het was niet echt de remklauwverf. Dus ik heb nu deze echte remklauwverf gehaald. Dan ga ik ze mooi weer rood maken. Dus ga ik ze even schoonmaken, schuren en schilderen. Deze ga ik ook maar even mooi zilver spuiten. En de randjes. Zodat het gewoon weer even netjes is. Het is nu een beetje verroest natuurlijk. We hebben het materiaal is alweer klaargezet. Dit is de reden waarom mijn bus hier staat. De hele stangetje is doorgedraaid. Dus ja, daar kan ik niet meer verder rijden. Kijken wat er allemaal in het doosje zit. Dit is een remmenreiniger. Daar kan ik het straks mee inspuiten om het goed te ontvetten. Er zit een kwastje bij. Ik ga gewoon mijn eigen kwast gebruiken. Dit is de rode verf. Dat is een 2 componenten verf. Dus dan moet ik een beetje van deze harder bij doen. Om te laten doordrogen. Een roerstaafje. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Normaal zit er ook een staalborsteltje in. Oh ja, die zit hier. Staalborsteltje. De kantjes goed schoon te maken. Ik pak er even een lampje bij, zodat ik meer licht heb. Goed kan zien wat ik aan het doen ben. Zo, ik ga eerst weer een sticker verwijderen. Die heb ik erop geplakt. Dus ga ik even warm maken. Ik kan hem zo afpulken, als het goed is. Die is weer af. Ik ga hem goed schoonmaken met de staalborstel. Ik heb ook alle verf die los zit. Die haal ik er dan af. En tegelijkertijd kan je hem ook een beetje opschuren met een staalborsteltje. Nog even een lampje erbij. Goed alle hoekjes raken. Dat het goed schoon is. Alles goed geraakt. Even met een licht schuurpuntje 1000. Even de gladde oppervlakte schuren. Die wat gladder wordt. Normaal dit deel, die moet natuurlijk mooi glimmen straks. Dat is best wel grof. Dit is aluminium.
Dat kan weer heel mooi worden. Ik neem ook gelijk deze mee. Die is ook verroest. Ga ik mooi zilver spuiten. Dan heb ik een borsteltje overheen. Alleen een stoppetje vergeten. Ik heb even een luchtspijtje geregeld. Ja, lekker, lekker. Het werkt op. Dan denk je. Ja. Pak ik even een doekje, remreiniger, kijk er even goed in, goed ontvetten. Afnemen. Nu is hij mooi schoon. Dat ga ik dan ook bij de andere vier doen. En dan ga ik de verf aanmaken. Het is twee componenten, dus die droogt best snel. Dus dan kan ik alles tegelijkertijd schilderen. Dat is wel mooi dat hij nu met vier wielen de lucht in is. En dat de bandjes eraf zijn. Het scheelt een hoop tijd. Voor de zekerheid is een naaf spuiten. En nu is hij mooi geschuurd. Schoon. Ga ik naar de volgende. We gaan nu de verf mengen. Dit is de rode verf met het penseeltje van ProGold. Mijn eigen penseel. Ik doe de helft van het potje. Doe ik hierin. Zodat ik nog een beetje wat overhoud. De mengverhouding is 2,5 op 1. Dus ik doe er een half tubetje van deze bij. En goed roeren met een stokje. Alles goed door elkaar. Dat is nu goed geroerd. Stinkt wel heel erg. En nu kan ik gaan beginnen met schilderen. Goed alle hoekjes meepakken. Het dekt niet in één keer, dus ik moet hem sowieso twee keer doen. Maar hij droogt redelijk snel, dus dan kan ik hem straks, als ik het rondje, begin ik eerst hier, ga ik het rondje rond. Als ik dan het rondje rond ben geweest, dan is dit al wel wat aangedroogd, dan kan ik de tweede laag aanbrengen. Thank you.
drie kwartiertjes verder. Dit is redelijk droog. Ik heb hem nog een laagje gegeven. Hij is al redelijk mooi gedekt. Ik moet nog eventjes één laagje hebben. Dat ga ik nu doen. En dan gaan we straks even een hapje eten met de jongens. En een lekker patatje en een frikandelletje eten straks. Kijk, hier is hij al mooi aan het glimmen. Nog even een beetje vloeien. En dan ga ik dit straks ook even mooi aanpakken. De roest even wegwerken. En dan heb ik weer een mooi remklauwtje. Laag is aangebracht. Hij is wel redelijk mooi. We gaan straks even een hapje eten. Ik denk dat ze voor de zekerheid nog even een keertje schilderen straks. Ze zien er al heel erg mooi uit. Deze is al redelijk mooi gevloeid. Mooi hoogglans. Ga ik straks even dit roest even wegwerken. Ik zet er gewoon even een mooi algroentje op. Ze zien er nu al wat netter uit. Ik zal mijn velg er even op zetten, dan kan je zien hoe het eruit komt. Je ziet het met mijn velg. Kijk, dat ziet er al heel deftig uit. Deze onderdelen zwart maken. Dat doe ik met algroend, een kwastje. Zo was het. En zo wordt het er straks. Ziet er een stuk netter uit zo. Zo. De werkzaamheden worden even gestaakt. Die moet ook gegeten worden. Dus gewoon even een hapje eten. Eens mijn handen wassen. Die doen ook wel heel voorzichtig nu met de keuken. Die is nog helemaal mooi. Ga ik even mijn schilderwerk bewonderen hier. Zo, weer heerlijk gegeten. Ik ga weer even verder. Ook weer mooi gepoetst. Staat weer te glimmen. Als hij straks in gemaakt is. Dan is hij weer helemaal picobello. Remklauwtjes rood. Nog even een R-stickertje op. Woutjes weer mooi zwart gemaakt. Is ook weer netjes. Moet nog even drogen. Woutjes ook weer zwart. In ieder geval de voorkantjes. Die glimt ook weer mooi. Netjes.
fijn weekend, jongens. Zo, dat was weer een andere vlog dan dat jullie van me gewend zijn. Ik ga weer lekker van mijn zaterdag genieten. Dus voor nu sluit ik de vlog af. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je een vraag of opmerking? Stel ze in de reacties. Dat helpt mijn kanaal en mijn filmpjes weer te laten groeien. Zodat ik meer tijd kan besteden aan mijn filmpjes en om meer mensen te bereiken. Zodat ik voortaan iets meer de tijd kan nemen voor mijn vlog. En ben je nog niet geabonneerd? Druk dan even op het abonneerknopje. Een heel fijn weekend en ik hoop jullie de volgende vlog weer te zien. Ciao, ciao! Wacht even. Ik heb trouwens ook weer een nieuwtje. Ik heb de Roy Zwart Taupe en de Roy Zwart Groen. En de Roy Zwart Zwart natuurlijk. En de Roy Zwart Voor, dat is de Roy Zwart Taupe, maar dan iets donkerder. Die heb ik natuurlijk in de computer staan bij Bouwman. Nu heb ik ook mijn eigen kleuren op voorraad. Dus mocht je nou een Roy Zwart kleurtje willen hebben, stuur me dan even een berichtje of een DM. Dan gaan we het regelen voor je. Voor nu een heel fijn weekend en ik hoop jullie volgende vlog weer te zien. Ciao, ciao! Wacht, mijn vader gaat er even wat filmen. Wat? Wacht, heel even. Ik ga een mush doen. Ik ga deze knippen, hier. Wacht. Film je, papa? Klaar? Dat ging fout.